wacht, hier voel ik iets. Ja, dat is een treinspoort. Dit is de locatie op de waterweg waar de SS Christie gezonken was en waar we de berging hebben voltooid om de waterweg weer vrij te krijgen. De berging zelf hebben we uitgevoerd vanaf pontons van Hebo met zeer grote wrakkenknijpers. Dit straalt uit wat Rotterdam is. Dit is iets wat wij kunnen bijdragen aan de vooruitgang van de haven van Rotterdam. Zeker die verdieping. De veiligste haven zijn en de beste haven zijn. En daar horen dus digitalisering en innovatie, die zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Dat was 80 meter klimmen. Het is eigenlijk een klein modure dam, maar dan in het echt natuurlijk. De diepte heb ik eigenlijk geen problemen meer mee. Toen ik dat voor de eerste keer deed, dacht ik, oh, dat is hoog. Maar we hebben het nou zo vaak gedaan, dus nee, dat doet me eigenlijk helemaal niks. Het is prachtig mooi werk. En ja, we werken ook nog eens mee aan duurzame groene energie. Wat hier geproduceerd wordt, komt misschien bij mij uit het stopcontact. Hartstikke leuk. En vooral met mijn collega's. Doe zelf mee, dan moet je vaaien het. Op dit binnenvaartschip ziet u hier, om nu geen appelen met peren te vergelijken, bijvoorbeeld hier bij APM. Er wordt anderhalf uur bijna informatie verstrekt en dat is gewoon, het is ontzettend interessant wat je allemaal hoort over de haven. Rotterdam is gewoon de mooiste haven. De beste wensen voor 2020, hè? De beste wensen voor 2020! Kusjes!